Hallo kijkers van Nieuwtee, ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Hearts of Iron 4. De volgende aflevering ben ik volgens mij nog bezig geweest met Argentinië, maar also, ik vind het niet echt heel erg interessant om te doen, want ik vind het gewoon leuk om in Europa te kloten. Dus ik heb nu eigenlijk gewoon een beetje bedacht van, misschien ga ik eens even richting de Balkan region en kijken wat van landen in ieder geval interessant zijn. Dus ik dacht van ja, misschien is Oostenrijk wel een goed idee om eens eerst een keer te doen. Vanwege dat ik dan ook Oostenrijk-Hongarije kan maken. Wat dus ook gaat betekenen dat dat ook wel interessant moet gaan werken. Wat dus betekent dat, dat Duitsland ook niet de aansluis kan doen. Dus dat is ook wel heel fijn. Even kijken, eerst gelijk even dit verder regelen. En ook gelijk even wat. Nou, dit hoeft op zich nog niet. Maar het is wel fijn dat we al artillerie hebben. En hebben we ook toevallig al tanks. Nee, wel Great War Armored tanks. En we hebben ook Transport Place. Niet dat het veel gaat doen, maar oké. Even zien. Nou, ik wil sowieso nog een keer Zwitserland gaan aanvallen. Dus ik ga even de grens alvast een beetje voor verdedigen. Deze dingetjes ook alvast even regelen. En dan zeg ik dat we gelijk kunnen gaan beginnen. Even zien. Ik ga dus kijken of we toevallig Oostenrijk-Hongarije kunnen maken. Oh, dit is eigenlijk nog best wel een redelijke. Thank you. Nou, dit is eigenlijk nog best wel een redelijke generaal. Dus die hou ik er mooi bij. En misschien kunnen we de volgende keer nog wel een ander landje doen. Iets van Bulgarije, Joegoslavië lijkt me ook wel eens een keer interessant. Roemenië kan ook natuurlijk nog wel. Hongarije zelfs misschien nog. Of Tsjechoslowakije, dat ik gewoon probeer te overleven tegen Duitsland. Er zijn heel wat keuzes hier. Ik wil ook sowieso nog eens een keer als Polen gaan. Gewoon een beetje elk land weer eens een keer afgaan. Ik weet niet hoeveel afleveringen ik per land ga doen, maar dat zien we dan vanzelf wel. Nou, het is nu vooral even wachten, want we kunnen eigenlijk op het moment nog niet zoveel. Maar dat moet wel goed komen. Duitsland doet gewoon de Rhineland. Dat is ook altijd heel normaal. Zal de Spanish Civil War binnenkort wel ook beginnen. En Ethiopië die... In het zuiden hebben ze niet echt veel advantages, maar... De bovenkant wel. Defense of the Fatherland. A little up. Laten we deze maar gewoon doen. Ik zie eigenlijk ook helemaal niet zo vaak gebeuren dat Ethiopië wint van Italië. Het komt wel eens voor, maar niet zo van, ja, het gebeurt iedere constante game. Want in het echt is het eigenlijk ook niet zo gebeurd dat Ethiopië nog steeds van de... Ja, eigenlijk gewoon een eigen land was. Niet was overgenomen door bijvoorbeeld Italië. Remilitarization. Maar meestal doet Duitsland wel de Anschluss in 1938, 39 meestal. Dus ja. Moet nog niet echt zo zorgen te maken. Non-core manpower. Ja, dat kan ik best wel goed gebruiken als ik binnenkort landen ga overnemen of zo. Oké. Pro-Austrian propaganda. Gaan we eens even door de focus 3. Nou, we gaan sowieso deze kant op. Best glories. The Old Empire, die wil ik sowieso gaan doen. Get to the reunification of Austria and Hungary. The Transylvania, Romanian obstacle. We hebben eigenlijk nog behoorlijk wat te doen. Ik ga het sowieso deze kant proberen op te gaan.
En dan kan ik ook nog deze doen. Strike the ties with Ukraine. Ah, oké, okay. Ja, we zien het vanzelf wel. In ieder geval, die kant wil ik wel een beetje gaan. Misschien dat we Ukraine wel kunnen terugkrijgen. Wie weet, we zien wel. Oké, okay, even een beetje anti-air is natuurlijk altijd handig. En hoe is het met ons vliegveld? Is ook best wel goed. Dat we gewoon naar 9 doen of zo. Dat lijkt me nog wel even genoeg. Dat Oostenrijk ook een beetje oil excess heeft. Vind ik knap. Wanneer we dit krijgen, krijgen we ook heel wat aluminium erbij. Lap. Kan deze wel even doen. Want lijkt van 1937. Dat maakt op zich ook nog niet veel uit. Want het is maar een jaartje van tevoren. Furnace of Terror, die heb ik toch al. Ja, de stability nog wel over toch. Wow, Zweden die gaat ook volgens mij fascist. Dat vind ik knap. Even zien. Oké, okay, daar moeten we dus even wachten. Nou, deze gaan we doen. Subsidized Starrier Worker Arms. Dat moet wel even goed komen. Dan moeten we eigenlijk eerst 70% van Fatherland is je front gaan. Dus dat moet wel goed komen. Nou, ik kan twee wegen gaan voor Spanje. Ethiopië. Hij heeft een beetje een probleem van het zuiden ook al. En ze zijn al bij Addis Ababa, dus ik denk niet dat ze het gaan overleven. Twijfelgevalletje. Lijkt wel alsof Republican Spain gaat winnen. Op het moment. Hoef nog helemaal niks te zeggen, maar de kans is er. Maar ja, het is ook nog een kans of National Spain kan winnen. Deze drie vakjes zitten al op circuit als er in ieder geval troepen zijn. Nog. Ja, mooi. Ik kan limited conscription doen. Dan krijg ik toch nog wel iets meer manpower. Dus kan ik misschien nog deze alvast een beetje gaan trainen. Ja, die lijkt me wel handig. Als ik bijvoorbeeld National Spain nog wil gaan helpen, dan kan het. Oké, deze ga ik wel even met de German Reich even doen. Oké, ze hebben in ieder geval Madrid. Ze beginnen ook een beetje in het zuiden te vinden, zo te zien. Kan goed zijn. Vooral als deze oorlog snel voorbij is. Oké, ja, Ethiopië die is wel kapot. Daar valt niks meer over te zeggen. Hoeveel... Oh, World Tension kan pas 25%. Omdat ik natuurlijk neutraal ben. Echt, het is nogal 50-50. In het noorden dan... Daar zie je dat Republican Spain wel redelijk wint. En in het zuiden... Ja, dat begint ze ook wel een beetje door te breken, zo te zien.
het is een twijfelgeval. Ja, de vision attack. Ja, dit is een probleem. Ik denk dat de Republican Spee gaat winnen. Ja. Oké, okay, Italië heeft Ethiopië overgenomen. Ik ga even Dispersed Industry doen. Ja, 64%. Duitsland heeft in ieder geval eigenlijk wel één troepje op ons gebied, maar. Ja, ik denk dat de Republican Spee wint. Wat is wel weer goed is voor de Sovjet-Unie. Daar hebben ze tenminste nog een communistische. Gedeelte in Spanje. Nou, er is ook een oorlog hier tegen Sibai San Ma en Communist China. Noem het altijd zo. Polis het ziek Baltic Operation, dat kan natuurlijk ook altijd gebeuren. Ik ga gewoon weer. Oh, ze hebben nog niet eens deze wapens, dat is wel heel slecht. Ja, de Republican Spee wint wel. Kun je nu gewoon zien. Jullie belang en dan is het over van National Spee. Deze die er toch nog even bij. Ik ga deze even richting op. Ik ben toch nog niet 70% nationalist. Dit is overduidelijk. Als National Spee nu nog kan winnen, dan vind ik het heel knap. Ja, die kans zie ik niet meer in. Ja, we hebben toch genoeg equipment op voorraad, dus. Dan kunnen ze het nu ook wel even gewoon gaan upgraden. De tungsten mine, ja, voor de artillerie. Dat is een goeie. Oh, we hebben een divisie eruit gepompt. Laten we ook maar even anti-tank doen. Want, misschien ook nog anti-air. Ze zijn alle drie wel goed te hebben.
Ik vind het knap dat ze dit toch hebben weten te houden. En natuurlijk Afrika. Dat gaat ook wel kapot. Nog 5% erbij. Oké, ja, het is over. Het is over. Zeg maar, 80. Rip. Bijna. Bijna is niet helemaal goed. Iron Mine, ja. Zo. Hoe komen we aan zoveel army experience? Was het van het begin al zo? Kan ik in ieder geval deze alvast editen. Oh. Dat was deze. Nou, het is nog niet 1939, dus dat hoeft op zich nog niet. 38, dat kan wel, vind ik. Ik wou net gaan zeggen, het is een beetje rustig in de wereld. Nou ja, eigenlijk niet. Ze zijn weer in Japan aan het kloten. En China. Top, dat scheelt ook weer treden. Doe bij deze Austrian Alps. Daarna kunnen we die ene doen waar we 70% voor nodig hadden. Nee, Duitsland. Foei. Kunnen we die niet hebben? Kunnen we niet hebben? Kunnen we niet gebruiken, Duitsland? Niet nu. Stop it. Oh, fuck, sorry. Ik wil niet de Anschluss. Nou, oh, Rippy. Sorry, Duitsland. Dus dit is allemaal troep om. Daar dacht ik al. God damn it. Krijgen we dat? Niet dat ik dit ooit ga winnen. Ze wordt gelijk al een faal voor mij. Rip me. Waarom overkomt mij dit dan weer? Fucking Duitsland.
Nou, dat was een snelle episode. Misschien de volgende aflevering weer proberen. Want normaal doen ze dat nooit zo snel. Normaal heb je altijd veel meer tijd. Ja, nu natuurlijk weer niet. Rip. Dat was de snelste rip ooit. Nou, maar ik ga nu deze aflevering afsluiten. De volgende aflevering ga ik gewoon nog een keer proberen. Als ik het leuk vond, geef een like, verkeer. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.